Het is weer eens tijd voor een Jan belt met. Jan belt met. En dat kan van alles zijn. Als het maar mensen zijn, hè? Ja, dat is eigenlijk wel het enige vereist aan deze rubriek, zeg maar. Dat er iets is. Dat er een mens is die opneemt en waar je mee kan praten. Zitten we nog steeds in het sfeertje van het mensen een gelukkig nieuwjaar wensen? Of zijn we aan het verdiepen? Zijn we aan het verbreden? Nog niet, Robert. Nee. Oh. Ik ga niet zeggen dat januari de gelukkig nieuwjaar maand wordt. Maar ja, ik heb tot op heden alleen maar Maarten Spanjer gebeld met de beste wensen. Ging niet goed. Ik heb er nog een paar op de verlanglijst staan. Oh. Dus ik dacht ook, laat ik eens bellen met Jeroen Krabbé. Je weet wel, de bekende en met name bejubelde acteur. En ja, die praat niet graag met jou, Jan. Weet ik, maar dat maakt me niet uit. Nieuwe jaar, streep eronder, wat er gebeurd is gebeurd, weet je wel. Toch gewoon even bellen. Jeroen, beste wensen, nieuw jaar. Het is de 11e, maar het mag toch net, zeg ik dan. Oké. Nou. Oké. Nou, Jeroen Krabbé, ik hou me hard vast, want dit is niet een Jan-fan, laat ik het zo zeggen. Nou, Jan belt met Jeroen Krabbé hier. Hoor. Nou. Oh mijn god. Met Herma. Dag. Goedemorgen met Jan Paparazzi. Ik ben op zoek naar Jeroen. Nee, Jeroen is even de auto halen. De auto halen? Ja. Oh, want? Hij is zo weer terug. Bel ik zo eventjes terug. Wat? Bel ik zo even terug. Ik versta je niet. Bel ik zo even terug, Herma. Oh ja, dat is goed. Oké, dag. Ja. Niks aan de hand, Robert. Jeroen haalt even de auto. Ik haal nog even een bak koffie. En ik denk 5 minuten later, even bellen, de auto is binnen. Oh nee, zo verliefd. Dat is zo pijnlijk allemaal. Ja, hallo. Jeroen, goedemorgen met Jan Paparazzi. Hallo, heb je de auto gehaald? Ik had niet eens de tijd om te zeggen. De beste wensen voor het nieuwe jaar streep eronder. En wat ons betreft hoeft geen huidcontact te worden. Maar af en toe een belletje voor de gezelligheid, Jeroen. Heb je de auto gehad? Ja, maar hoor ik eerst. Die is de auto halen. Die is de auto halen. Hoor ik eerst. Die is de auto halen. Die is de auto halen. Met zo'n Chardonnay-achtige lallende dus intonatie. Is het toch logisch als ik aan de stem hoor dat het Jeroen Krabbé zelf is, dat ik vraag of die auto gehaald is. Laat hem nog eens horen. Hij zegt de auto halen. Maar goed, waarom niet? Zo'n Krabbé die heeft zo'n hekel aan jou. Dat je iets weet van hem ook. Dat is ook zo vervelend natuurlijk. Ja, hallo. Jeroen, goedemorgen met Jan Paparazzi. Hallo, heb je de auto gehaald? Ja. Oh, het is zo kinderig allemaal. Jan, je bent bijna 50. Ja. Je kan toch niet zo door blijven. Dat is waar. Ja. Oh. Ja, maar dus het is niet gelukt met Jeroen Krabbé. Was dit hem? Ja, maar ik had nog iemand in gedachten. Nee. Was die ook op de première? Er staat ook op snuifvoet.nl een foto van deze man met zijn sherry drinkende vrouw. Of zijn chardonnay drinkende vrouw. Die was er ook en ik heb hem vorige week gebeld. Dat was een heel kort gesprek. Ja, maar luister nou, Robert. Nee, niet weer Jeroen Krabbé. Ik heb me voorgedaan als iemand anders. Oh, Jeroen Krabbé. Maar misschien moet je dat eerst even laten horen wat er gebeurt als jij als Jan Paparazzi belt met Jeroen Krabbé. Ja. Dat was vorige week. Hebben we dat nog, Tim, of niet? Ja, zeker. Hebben we zeker wel ergens. Ik moet hier altijd wel op lachen. Deze man wenst mij niet te spreken. Je bent ook zo'n oplichter. Jeroen Krabbé weigert Jan te spreken. Oh, ik moet minder giebelen. Maar ik word zo giebelig van dit stomme werk van ons. Het is allemaal zo komisch. Hij weigert Jan te spreken als Jan Paparazzi. Als je belt Jan Paparazzi, bam, gooit hij meteen de telefoon erop. Ja, neem erop. Niks te gebeuren. Op mijn woord, stel even klaar. Ja, hallo. Jeroen, goedemorgen met Jan Paparazzi. Hallo, heb je de auto gehaald? Dus nou zag ik hem op die foto staan, op snuifvoet.nl, dat hij op de première was. Dus ik denk, als ik nou zeg, Jan Paparazzi gelijk, weet je wel, laat ik dat niet doen. Nee. Laat ik even als een verslaggever vragen, wat hij van die film vond. Mm. Dus ik heb hem gebeld, Jeroen Krabbé. Ja, hallo. Dag, meneer Krabbé, goedemorgen met pas dokter Parol. Hallo. Ja, hallo. Mag ik een korte vraag stellen? U was gisteravond bij de première van de film Sonny Boy, zag ik. Ja. Wat vond u van de film? Ik vind het altijd zo vervelend in interviews zit. Wat is de bedoeling hier dan van? Waarvoor is het? Nou ja, het is gewoon even voor een klankbeeld in het Parool van donderdag, de filmbijlage. Nederlandse film Sonny Boy is in première gegaan, maandagavond. En ik zag op de fotoreportage, u was daarbij met uw vrouw? Ja, ik vond het een hele goede film. Ja. Ik kan het heel kort zeggen. Ja, want? Wat was er zo wat er u tof... Met vooral grandioos gespeeld door Ricky Kolen en die nieuwe jongen.
Echt heel bijzonder. Ja, ze draagt de film, Ricky, en ze doet dat op een buitengewone manier. Het is gewoon een goede film, klaar. Ja, ja. En eenvoudig is het. Het centrale thema, discriminatie, wordt het goed aangepakt? Oh god, ja. Ja, nee, ja. Ik zat aan het boek te denken. Ja, dat vind ik helemaal niet een, niet eens een thema. Het gaat over een liefde die, die niet kan. En of het nou Romeo en Julia zou zijn, of het zouden deze twee zijn, dat is het hoofdmotief. En ja, discriminatie, tuurlijk, ja. Ja. Nee, maar het is gewoon een goede film. Een goede film? Ja. U kan hem onze lezers, de lezers van het Parool, aanbevelen. Ja, hoeveel sterren krijgt hij op de Krabbe Movie Meter? Oh god, sterren. Ja. Oh god. Nou, wel 4 sterren. Toch wel 4 sterren van Jeroen Krabbe? Ja. De altijd bescheiden gebleven acteur uit Amsterdam. Okay. Perfect. Oké, Jeroen. Jeroen, dank je wel. Dan wil ik je nog eventjes het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Hartelijk bedankt. Ook van Jan Paparazzi, want dan spreek je mee van Radio Veronica. Nee! Ja, al. Oh. Ja. Dat dacht ik al, ja. Oh. Wat dacht je dan? Oh, nee! Ja, nee! Wat is het allemaal vrouw? Oh Jan, we hebben echt weer terug bij onze hele kinderachtige zelf. De hele week al die gevarigheid met die kuttelefoon. Maar je ziet wat er gebeurt. Als ik bel als iemand anders. Wat is dit toch? Ik had het nooit gehoord, 4 sterren op de Krabbe Movie Maker, als ik gezegd had Jan Paparazzi het weer van de film. De hele week narigheid in de Telegraaf over ons akkefietje met Connie en Patricia. Nu dit weer. Dat geklapt met die telefoon van ons altijd. Oh, wat erg. Ja, ik denk, stel me toch even voor op het eind. Oh, muziek alsjeblieft, muziek. Oh, lekker. Oh, mijn god, ja. Dit sluit wel goed aan, wat we net gedaan hebben.